Ja, als ontwerper vind ik het heel erg interessant om ik zie het als mijn rol om het project te bevragen. Dus wat ik doe is, als een fotograaf naar mij toe komt, dan probeer ik eerst het hele project doorgronden. En dat is meestal een kwestie van strippen, gewoon doorvragen. En wat is nou de kern van het project? En vervolgens ontstaat er een nieuwe wereld als we weer gaan bouwen en daar een nieuwe soort autonomie van maken, wat in mijn geval dan vaak een boek is. En dan, dat moet aan eigen regels voldoen. En daardoor krijgt het een zelfstandige status. Het project Fake Flowers in full color heb ik gemaakt in samenwerking met fotograaf Jaap Scheren. En wat we daar geprobeerd hebben is een proces wat normaal in de computer zich afspeelt. Het kleurscheiden zodat je foto's kan drukken. Dat hebben we geprobeerd om analoog te maken. Dus we hebben in de ruimte 4 stillevens gemaakt. Eentje van cyaan, magenta, geel en zwart. Helemaal handmatig geschilderd, gefotografeerd. En vervolgens zijn al die 4 foto's over elkaar heen gedrukt. Wat in theorie dus een full color beeld, een kleurenbeeld op moet leveren. Maar door de manier waarop we dat hebben gedaan en dat het handwerk is, sluit het dus nooit. Dus dan krijg je ook weer een nieuwe realiteit. Dus onze fake flowers in full color. Route 66, dat is misschien wel de meest gefotografeerde gefilmde en beschreven weg die er is. Dat vormt heel erg een beeld van die weg. Een soort romantische blik van wat zo'n straat is, of zo'n weg. En door middel van Google Street View, wat eigenlijk een machinale manier van fotograferen is, dus dat er niet meer een mens achter de camera staat, maar dat een soort concept bepaalt hoe er gefotografeerd wordt. Dus wat ik gedaan heb is de hele route eigenlijk bereisd door middel van Google Street View. Al die screenshots achter elkaar, dat levert een film op van 5,5 uur. En dat is eigenlijk mijn versie van Route 66.